Hoi en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 23 oktober en het is vandaag de laatste week voor de herfstvakantie. En het leek me wel leuk om nog eens een weekvlog te doen. Nu wel even een toelichting, deze weekvlog gaat zijn van maandag tot vrijdag en niet van maandag tot zondag, maar ja, van maandag tot vrijdag. Dus dan 5 dagen voor de herfstvakantie. Ik heb gewoon nog eens heel veel zin om te weekvloggen, dus daar ga ik vandaag mee beginnen. Het is momenteel 6:30 en ik zit aan mijn bureau. Ik ben hier voor school aan het werken, want ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. En het is hier nog een klein beetje een rommeltje. Maar ik zit hier met mijn laptop, mijn matchplanner en Frans. Want ik moet dialoogjes leren. Ik heb donderdag test en ik moet dialoogjes leren daarvoor. En ik heb vrijdag ook test van Frans. En woensdag en donderdag heb ik ook test wiskunde. Best wat, dat maakt nu niet zo heel veel uit. Dat ga ik nu leren. En dan ga ik zelfs mijn dans oefenen voor de wedstrijd. Ik doe wedstrijddansen, dus ik ga beneden even mijn dans oefenen. Ik ga dan de living een beetje ombouwen, de zetel opschuiven en dan ga ik dansen. Dat kan ik uiteraard niet filmen, want ja, dat is mijn privémuziek. Het is dinsdagochtend, 6:40 binnen. En ik ga naar beneden, want ik ga ontbijten. Broodjes maken, klaarmaken voor school en dan naar school vertrekken. Maar ik ga eerst nog even mijn outfit laten zien. Dit had ik gisteren ook aan trouwens. Dat even niet op die rommel. Ik heb deze trui aan en er staat chill op. En dan heb ik deze broek aan. Het is een... Dit is zo'n geklede broek, zoiets zacht stofje. En dan heb ik glittersokken aan. Deze glittersokken. Dus dat is mijn outfit. En ik moet nu nog snel even mijn bed opmaken. Het duurt echt 2 seconden zo. En dan ga ik naar beneden. Het is nu dinsdagavond. En het is om exact te zijn 6:50. En ik heb net mijn danskleren aangedaan. Want ik heb zelfs een uur moderne training. Dus daar ga ik 6 naartoe. Ik heb training van 8 tot 9. En ik moet om 7:30 de bus hier nemen. Dus dat ga ik 7 doen. En vandaag had ik een 8e lesuur op school. En zo. En was gewoon een saaie, normale schooldag. Maar ik had gepland om voor school te werken vandaag. Maar ik heb dat niet gedaan, omdat ik de laatste tijd altijd heel erg moe ben. Niet dat mijn armen en mijn benen zo moe zijn, maar ik ben altijd heel moe in mijn hoofd. En ik voel me echt zo heel slaperig altijd. Dus ik ga waarschijnlijk ook bloed laten trekken binnenkort. Ik ga bloed laten trekken. Wanneer, dat weet ik nog niet, maar ik ga dat in ieder geval wel doen. Dus ik ga nu nog een kwartier ongeveer hier op mijn bed zitten. Iets langer wel. En dan zelfs naar de bus halen met de bus naar de training. En dan trainen. Dus ik zie jullie vandaag niet meer, maar wel morgen. Ik heb precies echt altijd hetzelfde aan, maar dat is gewoon zo mijn thuis, chill, studeren outfit dat ik eigenlijk echt amper aan doe. Het is woensdag vandaag en het is nu 2:50. Ik zit aan mijn bureau. Ik ga huiswerk maken. Of ja, gewoon voor school leren. Ik ga even laten zien wat ik moet doen. Ik moet mijn Franse dialoogjes herhalen en wiskunde bundel herhalen. En dan deze avond heb ik freestyle, zwemmen en de weekvlog mag ik natuurlijk ook niet vergeten. Ik was aan plan om ook naar de BIP te gaan vandaag, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Ik weet nog niet, nee, ik denk het niet. Dat zien we straks wel. Ik moet naar de BIP voor school, maar dat kan ook in de vakantie eigenlijk. Dat moet ik gewoon een beetje zelf weten. Maar ik ga nu Frans doen, want ik wil er graag snel vanaf, want ik vind het niet zo leuk. Het is 4:45 ongeveer. En ik ben klaar met mijn huiswerk. Ik heb aan 1 stuk doorgewerkt, omdat ik er echt graag vanaf wou zijn. Nu kan ik oftewel nog naar de BIP gaan, oftewel kan ik dat volgende week doen in de herfstvakantie. Ik weet niet zo goed wat ik ga doen. Als ik naar de BIP ga, dan moet ik wel redelijk snel zijn. En anders dan, kan ik nu gewoon nog even in de zetel niks doen. En dan zelfs eten en dan met de bus gaan naar de training. Ik moet nog even nadenken wat ik ga doen.
het ding is dat ik toch niet mee aan mijn gips ga werken deze week, omdat of misschien morgen, maar dan kan ik al iets anders doen. Dus ik denk dat ik nu niet ga gaan, maar dan wel in de herfstvakantie. Zaterdag of zo. Ik ga nog zien. Maar ik ben dus nu klaar met leren, gelukkig. Dus ik ga nu naar beneden wat chillen. Ah ja, trouwens, ik weet niet of dat ik dat al gezegd had, maar ik heb dus deze avond weer training, namelijk freestyle training. Dat is een ander soort dansen. Ik doe twee verschillende stijlen en dan nog wedstrijd dansen. En daarna ga ik samen met mijn mama en mijn beste vriendin Marie nog zwemmen. Ik doe elke week 40 lengtes, dus gaan we nog zwemmen. Dus dat is nog een pittig intensief avondje. Dus ik denk dat we dat ook... Allee, dat gebeurt gewoon elke woensdag. Dus dinsdag heb ik mijn moderne training. Woensdag heb ik dan freestyle en zwemmen. En dan vrijdagavond heb ik nog wedstrijdtraining. Dus, het is een drukke week wel. Maar ja, dat wou ik gewoon nog even zeggen. Want ik dacht niet dat jullie dat al wisten. Hallo, het is donderdag. En het is 5:00. Oké, ik zit weer al achter mijn bro, like always. Story of my life. Maar ik had vandaag... Wacht, ik ga je even ergens opzoeken. Ik had vandaag geen echte lesuur. En het is nu 5:00. Ik heb weer mijn chill study outfit aan. Dus ik had vandaag een gewone schooldag. Ik had geen echte lesuur. En het was wel, ja, zo vaak. Ik had 2 testen vandaag en die gingen ook wel goed, denk ik. Ja. Ik heb ook een kopje thee gepakt, zoals ik al gezegd had. Omdat ik heb kou en ja, ik heb echt heel kou. Dus ik had zin in een lekker warm kopje thee. Ik heb Marokko thee, of Marokko mint. Ik heb deze. Als het nu zou focussen, zou ik wel heel fijn vinden. Not gonna happen. Jawel, oké, ik heb deze. Want die vind ik echt heel lekker. En ik heb ook de bloemetjes die mijn papa net zei. Maar zit er nu water in of niet? Ja, oké. Papa heeft bloemen uit de tuin. Het is herfst, maar we hebben nog bloemen vol om thee. En die zijn echt super groot. En ruiken echt lekker. En die staan nu in een mooi roze vaasje hier op mijn bureau. Dat kleurt ook even alles op. Vind ik echt heel mooi. Ga ik even mooi zetten. Kijk eens, daar krijgt een beetje. Oh my god. Oh, ik verschoot. Oké, ja, daar komt een heel vies beest uit. Dat zit nu op mijn raam. Oké, dat ga ik laten zitten. Zo'n mot of zo. Oh my god, zeg, ik verschoot. Oké, dat waren dus de bloemen. Maar ik ga nu leren. Ik moet Frans doen, Beraal. En sociale wetenschappen, maar dat is op de computer. Iets uittippen, een taak van vandaag in de klas die nog niet af was. En dan moesten we dat thuis afmaken. Dus dat ga ik nu doen. Hallo, het is vandaag zaterdag. 28 oktober. En het is al 2:30 bijna. Ik heb gisteren, dus vrijdag, niks gevlogd voor deze weekvlog. Omdat vrijdag is voor mij altijd een heel drukke dag, zeg maar. Ik sta dan op 's morgens, ga naar school en dan kom ik 's avonds thuis. Moet ik eigenlijk snel eten, mij omkleden en dan gaan trainen. Dan heb ik wedstrijdtraining. En die begint al om 6:00, maar ik moet dan om 5:30 de bus nemen en ik ben pas om 4:00 thuis. Dus ja, dat is altijd zo heel snel voortdoen en zo. En dan ja, duurt die training tot 8:00, 8:30 thuis. Dus ja, ik ben het daarna ook een beetje vergeten. Maar ja, bij deze doe ik dat nu een beetje in plaats van gisteren. Het is vandaag de eerste vakantiedag. Het is dus herfstvakantie, eindelijk. En ja, ik heb lang geslapen deze ochtend. Ik heb deze voormiddag niet echt veel gedaan. Ik ben in de douche geweest, haar gewassen en zo. Want ik ga deze avond uit. Ik ga naar een vijf. En dan... Ja, ga ik nu nog op mijn laptop wat filmpjes kijken of een film kijken of een serie kijken of zo. Video misschien editen. Maar bij deze ga ik ook wel de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het, ondanks het niet zo echt, ik weet niet, het was niet zo heel speciaal of zo, hoop ik dat jullie het toch een beetje leuk vonden. Doe deze video zeker een duimpje omhoog als je dat zo vond. Laat ook zeker even in de reacties weten als je graag weer een of nog eens een nieuwe weekvlog wil. En dan wil ik jullie ook vragen om misschien nog even te abonneren.
als je graag op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's. En dan wil ik jullie heel erg bedanken om te kijken. En ja, tot snel. Doei!